heel bijzonder. Het is als niet te geloven, hè? Bijna 50 jaar. En toen was ik een jong meisje en er kwam de grote Maastrichter star uit Nederland. Kwam in Wenen, in het belangrijkste en eigenlijk ook beroemdste muziekhuis ter wereld. Hè? De Wiener Muziekverein. En daar heb ik toen een concert mee gegeven. Ja. En dan nu, we'll meet again in mijn geboorteplaats, Valkenburg. Ja, fantastisch. Ja, ik vind het schitterend. Ja, geweldig. Sowieso met Marion en ook met Henny, eigenlijk, en trouwens Beren trouwens ook. Drie levende legendes. Dat is wel fantastisch om daarmee samen te werken. Ja, absoluut. Sinds januari van vorig jaar is Henny Ramakers de dirigent van de Maastrichter Staar. En dat is bijzonder, want in 1977 stond het koor ook onder zijn leiding. Hij was het dan ook die Marion Lamrichs benaderde voor dit concert. En nu kwam Henny dus naar mij toe. Hij had inmiddels gehoord dat ik in Valkenburg weer woonde, na zoveel jaren terug in mijn geboorteplaats. Ja, en ik kwam gewoon vragen of ik dat nog eens zou willen doen met hem. Dat We'll Meet Again nog eens uit te voeren. Met zijn Maastrichter Staar. Fabio Verga is de tenor bij de Maastrichter Staar. En een van de jongere leden van het koor. Hij moest nog geboren worden toen de opera diva al met de allergrootste van de aarde op de bühne stond. Ja, ik heb zeker beelden teruggezien. Ja, ook geluisterd. En ik heb ook al straks even met haar gepraat en dat ze ook met Pavarotti samengewerkt heeft. Vind ik wel fantastisch. Chique. Maak je dat een beetje extra nerveus voor zo'n optreden met zo iemand samen? Ja en nee. Gezonde spanning, om het zo maar te zeggen. Vooral voor een concert. Maar ja, eigenlijk als het eenmaal begint, dan zakt dat weg. Dan zijn die spanningen wel, dan is het gezonde spanning. Ja. Voor Fabio wordt het concert in het Openluchttheater een bijzondere ervaring. Voor mij sowieso de eerste keer, ja. Maar het ziet er schitterend uit en ik vind het al geweldig hoe het klinkt qua akoestiek en ook de vogeltjes op de achtergrond. Ja. Indrukwekkend. Voor het concert in 1977 in Wenen is ook een LP opgenomen. Een nostalgische herinnering voor de sopraan uit Valkenburg. Ik was echt onder de indruk. Dat besef je nu pas, hè, wat je toen allemaal gedaan hebt. Ja, en dan kijk ik hierna en dan vind je het toch wel heel geweldig, hè, dat je samen met deze mannen daar gestaan hebt. En als je de plaat omdraait, ja, dan zie je echt twee broekies. Ja, broekjes, dat kun je wel zeggen. Ja, twee jonge mensen aan het begin van hun carrière. Hè? Geweldige krullenkuif van Henny. Ik met mijn krulletjes. Ja, prachtig. Fantastisch. Dankbaar. Op 23 juni dus, in het Openluchttheater in Valkenburg. We Will Meet Again met Marion Lamrichs en de Maastrichter Staar.